Afro Latino Festival 2019. En wij zijn hier met de great band Skadilax. Yes. Hello. Yes. Hello. Welkom. Laten we beginnen gewoon met die naam al. Ja. Fantastische naam. Ja. Hoe komen jullie daar, jongens? Doctor. Geen idee eigenlijk. Het moest iets met ska te maken hebben en het moest lekker klinken, het moest kort en krachtig zijn en het moest van voor iedereen een naam zijn waarvan ze zeggen van hey, toffe naam, waar heb je eigenlijk vandaan, zodat wij dan niet kunnen antwoorden waar het eigenlijk vandaan komt. Geslaagd. Ik denk het wel, gewoon puur commercieel. Ik denk ska en Cadillacs dan. Voilà, ja. Zeker. Voilà. Zijn jullie Cadillacs? Onder de Belgische ska, two-toned ska bands wel, want ik denk dat we de enige zijn, dus ja. Ja. Okay, ja. Kort en bolzig. Thuismatch? Mag ik dat zo zeggen? Nee, dat is toch, ik heb toch, jawel. Ik ben al eens op café geweest en toen moest ik minder lang dan anderhalf uur rijden. Ik heb toch anderhalf uur naar hier gereden, dus echt thuis is dat niet voor ons. Nee. Ja. Ja, maar toch leuk, of niet? Ja, natuurlijk. Dat wel. Maar misschien meer voor ons ook thuis, maar zodat we het dus in het Nederlands mogen doen. Ja, precies. Ah, op die manier. Ja, op die manier. Wel thuis, maar ja. Zijn er enige Vlaamse band of wat? Bijna. Ja. Ook nog een paar DJ's, maar... We zijn een interview aan het omdraaien, dat toch? Ja, heel kort, heel veel artiesten die wel in Amsterdam of zo wonen van Parijs, maar geen Nederlands spreken. Nee. Zijn jullie de eerste, denk ik? Alright. Yeah. Dus duidelijk een thuismatch. Ja. Ja, oké, ska. Ja. Geweldig muziek. Ja, altijd. Ja. Je kan er niet op stilstaan. Nee. Wat vonden jullie daarvan? Want ja, zondag openen. Goh. We zijn eigenlijk met gemengde gevoelens naar hier gekomen. Omdat we weten, een festival openen op een zondag namiddag om 3 uur, dat is niet eenvoudig, denk ik. En misschien lagen onze verwachtingen naar het festival toen niet, maar als opener redelijk laag. Nu, we hebben gewonnen en we zagen de zaal volop, of de tent vollopen. En dan dacht ik van, wauw. Ja. Dit was echt fantastisch. Uiteindelijk denk ik dat we voor een aangenaam gevulde tent gespeeld hebben. En meer dan we voorzien hadden. Ja. We hadden een aantal nummers en eigenlijk was de playlist was er, maar we zeiden van, en we hebben nog last minute zitten dingen switchen. Ja, en we dachten van, we spelen heel up-tempo muziek. Ja, en we dachten op zo'n Afro-Latino festival, punk two-tone ska. Goh, dat is toch wel voor die mensen waarschijnlijk op de zondagmiddag, pas uit hun tent kruipend, even wennen. Ja, het was laat op de camping, dat kan ik hier ervaren. Jawel, en dan dachten we van ja, we gaan nog een aantal nummers switchen en schrappen. En eigenlijk tijdens de set en tijdens het spelen hebben we dan gezegd van we gaan deze doen en dan komt... Zelfs tijdens de set als we spelen zijn, hebben we nog gezegd van ah, we doen er dat ook nog bij. En dan begon ik een intro te horen van ah, gaan we dat dan toch spelen. Het was niet gecommuniceerd met iedereen. We stonden iets te ver achteraan en het was niet onbeeld geraakt op boodschap. Nee, maar ik was onderweg naar hier toe, ja, lopen, en ik hoor mensen, ja, moeten wij echt te snel doen, omdat Skadilax zijn namelijk het optreden. Ja. En mensen waren echt, we zijn moe, 3 dagen, maar toch moeten we de Skadilax zien. Ja, dus, tof. Het is ook zo, ik ga jullie nog een beter gevoel geven, we proberen dat altijd wel Het is zo, gisteren is het later op gang gekomen, waardoor de eerste artiesten, en ik kan dat vanavond vrijdag, dat is het nog moeilijker geweest. Het is vandaag ook wel een grote familiedag, en dat merk je ook. Jullie hebben de kinderen ook zelf bij. Ja, dus daar staan ze. Daar staan ze. Maar dat helpt ook wel. Absoluut. Oké, uiteraard jullie muziek ook, maar die zondag, zondag kort en namiddag, zondagmiddag, het slaat wel aan. Dus ik snap jouw gerustheid, maar ik denk wel dat wij... Dat de gerustheid was onterecht. Zeker onterecht. Waar mogen jullie, want deze zomer, evenementen, topfestivals, genoeg. Waar mogen wij jullie nog verwachten? Ja, we hebben een rustige zomer, aangezien dat het is een beetje een klein sabbatjaar. Allee, sabbatjaar in de zin van, we hebben singles opgenomen. Dus de bedoeling van singles op te nemen, videoclip, er moet nog een videoclip gemaakt worden. En eigenlijk willen we volgend jaar er nog eens vol een bak voor gaan. Ja. Dus dit jaar is een rustiger jaar. Ja. Ook omdat de promo iets te laat op gang gekomen is. Dus die nieuwe singles die moeten nog wel komen.
En ja, we gaan een beetje een aftrap geven in september. Eind september spelen we één festival en het voorprogramma van de Selector in de Roma in Antwerpen. Okay, dus daar is wel iets naar uit te kijken. Ja. Ja. En we spelen het Fiesta Mundial, het zusterfestival van hier. Ja, ja. 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 Dat gaat ook wel fijn. Er staan een paar dingen op. Fiesta Mundial dit jaar? Ja, dit jaar. Okay. Ja, op zondag ook. Leuk. Ja. Ik zie jullie daar. Ah, voilà. Top, top, top. Dan gaan we weer dansen. Ja. Nee, dus er staan nog wel 4 of 5 optredens staan er deze zomer op. Ja. Tot eind september, denk ik. En dan, dan gaan we de nieuwe videoclip opnemen nog. En dan schat ik ergens eind oktober, begin november, dat de nieuwe videoclip gaat komen. Yes. Hoor je dat? Ja, nieuw. Nieuw. Wat vragen wij dan? Gaan wij de primeur krijgen? Exclusief? Radio Internationale, Radio Mundo Latino. Het wordt opgenomen en gefilmd, hè? Dus, en hier kunnen jullie tekenen. Dus. Ja. Is er een duveltje of. We komen alleszins langs. We komen alleszins langs. Ah, maar zal, ik hoor ze niet zo echt. Ja, nee, dat mag niet. Wij bepalen dat niet echt. Wij bepalen dat niet. Nee, nee, nee. Ja, nee, dat zeggen we hebben een nummer vandaag gespeeld. Dus het nummer dat we hebben gespeeld. Ja, de 3 voorlaatste, toch? Nee, niet voorlaatste. Nee? Nee, nee. Okay. Nu kunnen we blijven koken, hè? Nee, 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 want ik was daar aan gedanst met mijn grote vlaag. Nee. En ja, dat was wel leuk. Maar ik kan er blijven enthousiast zijn en dan uitkijken. Ah, voilà. Ja, het is ook zeker als jullie ons toesturen of ons op de hoogte houden. Ja, zeker. Zo, ja, dat is sowieso, sowieso zien. Want ik hoorde het gisteren ook. Oei, Radio Mundo Latino en Radio Internationale klinkt vrij Latijns. Mm-hmm. Maar wij spelen ook heel graag ska, reggae. Flamenco, ja. Dus het is veel meer dan. De eerste single kun je dat wel spelen, uiteraard. Hè. Ja. Pick It Up, op Spotify te vinden. Ja. Dus die, okay. En die is eigenlijk naar aanleiding van 40 jaar Two Tone Ska uitgebracht. Okay. En dus de Belgische band Employees is eigenlijk de enige Two Tone. Eigenlijk de enige band die een Two Tone hit heeft gemaakt in België. In Vlaanderen en die hebben we terug uitgebracht. Ja, okay. Met de Skidlex sausje erover. Zo. Ja, ja. Ja. Dat mag wel, hè? Dus ja, soms zit je sowieso opnieuw. Ja. Je ziet dat in andere genres ook. En we zijn er wel blij om, want België is al een klein land. Ja, ook al. En als muziekliefhebber wil je toch echt wel heel breed gaan. Ja. En daarom zijn we ook wel blij als je zo'n zaken doet. Ja, voilà. Dat ik heb er eigenlijk heel goede commentaar over. Van leden van de employees zelf, nog levende leden, want er zijn een aantal mensen die helemaal genoeg overleden. Maar nog levende leden van die employees vonden het beter dan het origineel. Dus. Ah, oké. Okay. Ja, maar oké, technieken veranderen, dus het is wel fijn om dat te doen. Het is niet altijd zo. En er zijn blazers bij deze keer. Dus. Ja. Dat was het origineel. Ja. Oké, heel leuk. Top. We gaan nog vragen om onze t-shirts te tekenen waar we wel steeds die wedstrijd voor doen. Maar ondertussen zijn de luisteraars en onze kijkers wel al ingelicht daarover. Ja. Niet meer te veel. Maar jullie mogen zeker onze t-shirts afnemen. En ik dank jullie voor dit leuke gezellige interview. En wij hopen effectief nog eens hier de volgende jaren terug te komen. Ja, dat is echt top, top festival. Ja, zeker. Voilà, dat is gesproken. Kunnen we dat tekenen? Met deze? Ja, we kunnen dat hier tekenen. Ja, jammer genoeg, maar we kunnen wel een beetje... Na de premier gaan we tekenen. Ja, die gaan we zelfs zonder de camera's vertellen. Oké, dankjewel. Een bericht voor onze luisteraars, die van de SK houden. Een bericht voor de luisteraars. We zien u graag in de Roma, we zien u graag op alle festivals, als je naam Skidelex ziet op een affiche. Kom even langs bij ons. En, meestal nodigen we volk uit het podium, dat konden we vandaag heel moeilijk doen, als organisatorisch heel moeilijk. Maar dan kon je gewoon even dansen op het podium. Dus, waar kunnen jullie onze luisteraars vinden? Waar wij, u luisteraars, onze luisteraars, Skidelex.be, Facebookpagina. Zijn ook jouw luisteraars, toch? Ja, dat is ook onze luisteraars. Dus Skidelex.be op Facebook, Instagram, de gewone social media. Social media, overal. En website. Oké. Top. Dankjewel. Ciao. En een fijn festival, man. Dankjewel. Goed, dankjewel.